Is de coach tevreden? Ja, de coach is zeker tevreden. De coach is heel blij. Het is natuurlijk wel fantastisch natuurlijk dat ik nu de finale plek. Maar niet alleen finale plek, het is gewoon de boot gekwalificeerd. Dus het is super cool. Voor de eerste keer een vier zonder op te spelen. En dan ook op zo'n manier helemaal te geven. Half finale gehad, winst. Ja. Alles volgens plan? Ja, eigenlijk wel. Ja, we gingen gewoon. De start was goed, dan gingen er goed vandoor. En vanaf de eerste push legde hem er denk ik echt goed voor. En het was wel aardig niet mee. Het was wel lastiger water, denk ik, dan we eerder hebben gehad. Dus daar kan het dan wel iets strakker door, denk ik. Maar het was gewoon wel overtuigende race, denk ik. En hoe ga je zo'n race dan in? Wil je per se winnen? Wil je gewoon eerst maar finale halen? Olympische kwalificatie hangt natuurlijk ook nog stiekem om het hoekje. Uiteindelijk wil je natuurlijk altijd winnen. Maar het is vooral ingaan met gewoon zelf onze beste roeien neerzetten. En wat we zelf goed kunnen. En dat is denk ik best wel goed wat we kunnen. Dus zeker een eerste stuk vooral zelf goed varen. En vanuit daar pushen en zorgen. Proberen te winnen. En wat voor cijfer krijgt deze race dan? Ja, ik had dus graag onder de 26 gevaren, maar dat is niet gelukt. Dus dat krijgt wel een